In deze wijk ben ik opgegroeid. In dit kooitje begonnen met voetballen, zeg maar. Dus absoluut speciaal. Ja. Ik kom wel vaker terug hoor. Ik bedoel, ik ben hier elke week wel een paar keer. Niet specifiek in het kooitje, maar wel in de wijk. Dus ik blijf er nog steeds komen. Ik kom natuurlijk uit een bepaalde omgeving waar ook gewoon andere dingen op de loer lagen. En ik was vroeger best wel een probleemgeval. Ik was wel. Het had weinig gescheeld of ik was ook de andere kant op kunnen gaan. Snap je? En dat heeft me wel toen. Dat is wel mijn motivatie geweest. Puntenboksen! Ja. Hereltje! Wij zijn hier, denk ik, een jaar of 15, 16 zijn we hier opgegroeid. En we hadden in de Spaarstraat hier een voetbalkooi. Vroeger had je dat nog en dat was helemaal dicht met touw eromheen en twee doelen erin. En dat is waar wij zeg maar dag en nacht te vinden waren eigenlijk. Ondiep blijft van ons. Ondiep is Ondiep. Ondiep blijft een volkswijk. En wat ik net zei over DHSC, dat je dezelfde gezichten weer ziet, ja, die zie je dan ook als je weer in Ondiep terug bent. En ja, daar zijn er niet veel van weggegaan uit die wijk. Dus het is fijn altijd om daar weer dat voelt als thuiskomen. Waar wij nu zitten, dat was ons enige plekje, zeg maar. Dus je ging al heel gauw met een bal hier naartoe om plezier te maken, om lol te hebben, weet je. Hier was altijd wat te doen en altijd wat te beleven. En een warm thuis, weet je wel. Een hele warme wijk, de deuren open voor iedereen en je kon overal naar binnen stappen. Dat was gewoon hartstikke mooi. Rodney Snijder wordt op 3 maart 1991 geboren in de Utrechtse wijk Ondiep. Net als zijn twee oudere broers begint hij al vroeg met voetballen bij het plaatselijke DOS. De drie Snijders vallen op en komen in de jeugdopleiding van Ajax om vervolgens in het profvoetbal terecht te komen. Rodney speelt uiteindelijk 24 duels voor FC Utrecht. Nu zijn de broers weer herenigd bij het inmiddels gefuseerde DHSC. Jeffrey als assistent trainer, Wesley als toezichthouder en Rodney als aanvoerder van de ploeg. Rodney is natuurlijk wel een koppig jongetje. Dus dat zal niet snel kritiek van iemand aannemen of het nou positieve kritiek was of negatief. Kijk, Rodney heeft wel puur zijn eigen ding en die is moeilijk te beïnvloeden door positieve kritiek eigenlijk. En misschien dat Wesley op dat moment wel meer invloed had. Ja, blijf mijn jongere broertje, dus dan moet je altijd luisteren. Ik bedoel, zo hoort het in het leven. Je luistert naar de ouderen. Met Jeffries scheel ik volgens mij 8 jaar. Ja, dat is wel een groot gat, maar nu, nee joh. En dat geeft een beetje wrijving, maar goed, ik neem je op de koop toe en ik vind gewoon, weet je, nogmaals, Rodney is verder een fantastische jongen. Alleen dat is een trekje van hem wat hij nog niet onder controle heeft, zeg maar. Je hebt het ook over dat botsen. Gebeurde dat bij jullie als broers veel onderling? Of was dat misschien soms ook wel nodig? Ja, nee, dat gebeurt onderling als broers juist veel. Want als je samen spelletje speelde en je wilde allebei heel graag winnen en je kon allebei niet tegen je verlies, ja, dan heb je wel een klein probleempje in huis. En dat resulteerde wel eens van een klein scheldwoordje tot aan de spelletjes die door de kamer vlogen. En, kapotte dingetjes, zeg maar. Dat hebben we alle drie wel. Ik bedoel, we kunnen alle drie niet tegen ons verlies. We kunnen alle drie je soms wel eens laten gaan in het veld. Ik het meest, denk ik. Ja? Ik het meest, ja. Denk het wel. In de wijk Ondiep leren de Snijders al snel de wetten van de straat. En Rodney belandt door zijn koppigheid bijna op het verkeerde pad. Kort lontje. Rare dingen uithalen. Andere dingen ook interessant vinden, niet naar de training willen gaan omdat ik lekker op straat aan het hangen was met niet altijd even goede jongens om me heen. Dat had ook zomaar de andere kant op kunnen gaan. Hebben je broers je daarin geholpen van hey Rodney, blijf wel? Ik weet nog dat toen Wesley zijn eerste contract tekende bij Ajax, of zijn eerste profcontract, dat een van de redenen was dat wij moesten verhuizen, omdat het anders misschien wel eens fout met mij kon gaan. Als ik hem advies zou geven, dat luister niet, want het is toch niet waar. En, dat is, en aan de andere kant had ik misschien wel het idee van, nou, misschien had ik het wel mogen doen, misschien had ik hem wel aan het denken kunnen zetten. Weet je wel? Maar dat is ook koppig, ik ben koppig. Ik denk, nou, ik heb 2 keer iets gezegd, de derde keer ga ik jou niks meer zeggen.
Ja, dat is een beetje de karakter wat we alle drie eigenlijk hebben. Was het zo dat op het moment dat jij en Jeffrey in de kooi voetbalden, dat Rodney eigenlijk zei van hé, maar dat wil ik ook? Tuurlijk, hij was... Hij kwam altijd die even buurten. En soms had hij nog zijn speen in zijn mond en op een klein fietsje kwam die naar de kooi toe. En ja, dan wilde hij meedoen. En, althans, hij wilde vervelend doen. Rodney kon best wel eens... En hij had er natuurlijk een leuk kopje, had hij, dus iedereen vond hem geweldig in de wijk. En daar wist hij heel goed mee om te gaan. En ja, hij kon vervelend zijn, weet je wel. Dat hij dan gewoon door de Waded heen fietste, door de kooi heen fietste. Of dat hij eigenwijs deed. Maar ja, hij was nog klein en wij waren lekker bezig. En wat ik net al zei, iedereen vond hem geweldig. Dus iedereen liet hem ook gaan. Kijk, hij zag Westie natuurlijk als oudere broer die alles gemaakt had. Ja, die een fantastische carrière had op dat moment. En ja, en naar mij luisterde hij veel minder dan naar Westie in ieder geval. Ja, ik misschien vroeger wel eens met Jeffrey dat ik ruzie kreeg op straat en dan met een oudere jongen had gevochten en dat ik dan naar huis ging. En dat Jeffrey mij dan nog een klap eroverheen gaf, van hij gaat mezelf oplossen en Wesley nam het altijd voor me op. Jeffrey was altijd wel wat, hoe moet ik het zeggen, ik wil niet zeggen harde, maar ja, die had meer zoiets van zoek het zelf uit. Ik wil hem altijd helpen. Ik bedoel, ik zie hem nog steeds als mijn kleine broertje, maar ja, toen helemaal, weet je wel. Als je dan een aantal jaren verder bent en hij heeft ruzie met iemand, ja, dan wilde ik het altijd voor hem oplossen. En Jeffrey was zoiets van, ja, laat gaan, hij zoekt het zelf maar uit. Laat maar gaan. Die bal. Heeft Rodney zich daar wel eens eenzaam in gevoeld, denk je? Omdat hij toch zoveel jonger was dan jullie twee? Ja, nou, misschien dat hij toch het gevoel heeft dat hij het altijd alleen heeft moeten doen. En altijd zelf op zichzelf was. En ja, dat merk ik soms nu nog wel eens een beetje in zijn gedrag eigenlijk. Dat hij toch best wel een beetje, niet een Einzelganger, maar hij is wel graag op zichzelf. En dat is misschien toch zo ontwikkeld in de afgelopen jaren. Ik kan heel erg... ik kan bijvoorbeeld vooraan staan op feestjes en dagenlang het gezellig hebben, et cetera, maar ik kan ook heel erg op mezelf zijn. En dat vind ik fijn. Rodney die is een binnenvetter. Die praat niet snel over hoe hij zich voelt. Of over situaties die hij mee heeft gemaakt. En ja, dan op een gegeven moment ga je tegen jezelf vechten. Kijk, Wesley en ik schelen niet zo heel veel. Dus het was wel echt puur Wesley en ik. En hij was als kleine broertje, dat hing er een beetje bij. Die had zijn andere interesses. Die ging liever kikkervisjes vangen en salamanders. Nee, goed, maar dat was dus nooit echt nooit een band op die leeftijd. Het is pas echt toen hij zelf pas een jaar of 16, 17, 18 werd. Ja, dat je een beetje richting dezelfde interesses gaat. Maar dat was vroeger wel een stuk anders, ja. Ik ben natuurlijk wel een stukje jonger, ja. Maar ik moet zeggen, op dit pleintje, daar hingen zij altijd met heel wat vrienden. En ik stond er gewoon tussen, hoor. Ook al was ik zo groot, maar ik stond er gewoon tussen. En, gewoon een goede band. Op het middenveld speelt Snijder, hij die zijn debuut maakt. Jij bent, zeggen en schrijven, toch de enige van, van de broers geweest die bij de plaatselijke FC Utrecht is. Ja, en daar ben ik hartstikke trots op. Snijder achter de bal. En goed geraakt! Wat je hem gunt is dat hij het goed doet. En je hoopt natuurlijk dat hij daar ook verandering kan brengen bij FC Utrecht. Dat hij ervoor kan zorgen dat hij ook een keer, dat Utrecht ook een keer lekker wat hoger speelt op de ranglijst. En dat is, nogmaals, we zijn ook van binnen zijn we toch Utrechters. En, wij waren alleen maar hartstikke blij voor hem natuurlijk. Zo kan het ook. Moulenga, Assare vormen met de overtreding, maar hier de goal! Van Rodney Snijder. Is dat een mooi debuut, zeg? Een groot feest was het. Ik scoorde nog. Hoe moet je het omschrijven? Ik heb eigenlijk geen woorden voor. Dat was iets zoiets moois. Maar dat is wel iets wat niemand mij meer afpakt. Als Utrechtse jongen ben ik daar enorm trots op. Toegejuicht door zijn broer op de tribune. Hij wilde dat zo graag. Hij wilde zo graag naar FC Utrecht. En misschien in een periode dat ik nog tegen hem zei van dat hij misschien zelfs even had moeten wachten om die stap te maken. Maar hij wilde het. En als iemand, ik heb ook altijd mijn hart gevolgd in mijn carrière. En als iemand een gevoel hebt en iemand volgt zijn hart,
dan moet je hem ook daarin, daarin steunen. En dat heb ik ook uiteindelijk gedaan. Ik ben niet thuis gekomen die nacht. Ik ben niet thuis gekomen, dat weet ik nog heel goed. Een hoofdrol voor Rodney Snijder vanavond hier. Hij scoorde bij zijn debuut. En dat is niet iedereen gegeven. Kijk, je moet het zo zien. Hè. Ik ben een jongen uit Utrecht. Uit de Volkswijkie. En als klein kind stond ik al op de Bunnikside om wedstrijden te kijken. En later ging ik naar Ajax, maar ik ben altijd FC Utrecht supporter geweest. Snap je? En ook toen ik nog bij Ajax speelde, kwam ik regelmatig in de Galgenwaard om wedstrijden te kijken. Dus ja, dan ga je daar naartoe en dat is een droom die uitkomt, zeg maar. Dat je dan zo wordt binnengehaald ook, weet je wel. Dat is gewoon prachtig. Dan kan Snijder gaan aanleggen en uithalen en scoren. Schitterend gedaan. Exact een kwartier gespeeld en Rodney Snijder heft de handen. Als echte ras Utrechters vonden wij het geweldig dat hij in de Galgenwaard speelde. Ik bedoel, ik vond het altijd fijn om daar te komen als Utrechter. Als speler van Ajax weliswaar, maar ik vond het fijn om daar te zijn. En ik was terug in mijn stad waar ik mijn kunsten kon vertonen en waar ik kon voetballen. En ja, dat vond ik fijn. Ideaal liggen om eens uit te halen. Snijder, goed schot! Bijvoorbeeld de wedstrijd thuis tegen Ajax of uit tegen Ajax. Kijk, ik ga mij niet inhouden, omdat ik daar toen toevallig onder contract stond. Op dat moment was ik Utrechter en was ik Utrecht speler. En daar waren ze niet zo blij mee in Amsterdam. Nee? Nee, ik vergeet het nooit meer. Ik kom terug en Frank de Boer zei tegen mij, er is voor jou geen plek meer. En dat heeft meerdere redenen. Ook dat ze vonden dat ik te uitbundig was in die wedstrijden. Ik raakte geloof ik 88e minuut geblesseerd en stond er 0-2 voor. En ik ging door mijn enkel, oprecht door mijn enkel. Het was geen tijdrekken, want ik bedoel 88e minuut 0-2 voor. Ja. Wat valt de tijd te rekken dan? Ja. Die 5 minuten. En toen zong de hele arena, er is maar één echte Snijder. En ik wist natuurlijk precies wat ze bedoelden. Maar toen heb ik even geklapt naast en daar waren ze niet heel blij mee. Nee. En toen moest ik naar het tweede, moest ik daarmee gaan trainen. En daar had ik niet zoveel zin in. Rodney vertrekt naar RKC Waalwijk. En vervolgens gaat het snel bergafwaarts in het betaalde voetbal. Op 26-jarige leeftijd stopt hij als prof. Ik vind met zijn kwaliteiten had hij makkelijk nu nog Eredivisie kunnen spelen. En dat vind ik, het echt heel leuk dat hij hier speelt. Maar ik vind met zijn kwaliteiten dat hij veel hoger had moeten spelen nog. Ik vroeg het aan Pronk, dat was dan de trainer bij Jong Utrecht. En hij zei, Jef, aan zijn arbeid ligt het niet, aan trainingsarbeid ook niet. Hij geeft altijd 120% op training. Ik zei, maar waar gaat het fout? Hij zei, ja, ik weet het niet. Ik had gewoon wat geduldiger moeten zijn. Ik moest toen terug naar Ajax en Utrecht wilde mij wel overnemen. Alleen die moesten wachten tot de spelers zeg maar vertrokken. En RKC bleef maar bellen. En dat is het enige waar ik spijt van heb. Hoe heb jij hem daarin kunnen steunen? Ja, dat is lastig, want ik zat op afstand natuurlijk. Hè? En ik was veel weg. Het is jammer dat ik hem toen niet fysiek zeg maar, heb kunnen steunen om bij hem te zijn. En om met hem te praten en om momenten eruit te pakken. Maar goed, ja, weet je. Nogmaals, ik vind het jammer, want ja, dan hadden we nu misschien nog van hem kunnen genieten in de skybox. En had ik hem elke week zien kunnen spelen. Is die band tussen jullie misschien nog wel sterker geworden in de loop der jaren? Ja, dat denk ik wel. Nu hebben we veel meer lol, zeg maar, dan vroeger met het profvoetbal allemaal. Dus, en wat je zegt, we zijn vaak met z'n drieën, dus prachtige periode, man.